Kun je mij even blurren uit de vlog? Beste reizigers, goedemorgen. Het is vrijdag. Laatste dag van de week. Heel hard werken weer. En tijd voor een pubquiz. Wat zo? Water? Nee, dank je. Waar is je flesje? Beneden. Je waarom? Klaargezet voor afwasmachine. Boah, het is vies. Ja, hij is vies inderdaad. Waar moet die afwasmachine in? Oké. Okay. Het is een grapje. Wat is het? Wat is het grappig? Kun je mij even blurren uit de vlog? Sander, biertje? Nee. 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 Jeroen, biertje? Nee, ik moet straks zwemmen. Goed punt. Ja. Ja. Zo gaat het nou altijd, hè? Mag geen nee meer zeggen. Wat was dit eigenlijk? Ja. Wat is het? Ik heb nog. Even amber. Oeh, nice. Nu moet je ook Heineken zeggen. Pieter Heijn. En Grols. En andere merken zeggen. Ja, omdat je merk. Ja, anders is het reclame. Dus dan moet je moet drie verschillende merken in dezelfde categorie moet je eigenlijk noemen. Okay, neem even een hitje. Skulten Brouw. Ja, bijvoorbeeld. Skulten Brouw. Nee, dank je. T-shirt. Ja. Hij zat wel links bovenaan. Als je extensie merkt. Ja, precies. Nog iemand wat te drinken? Nee. 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 Welkom. Dat vind ik raar. Hoezo? Heet jij mij nou welkom in de wc? Dat doe ik altijd bij iedereen. Ik vraag maar smek. Dat weet ik, maar waarom ben jij hier? Ik sta graag niet. Jij bent hier. Ja. Jij was er net niet. Dit is heel raar. Ik moet echt weg nu. Nou, anders dan kan ik helemaal niks meer eten. Dan ben je uitgeschaard. Ja. Oké, ik moet dus over 19 minuten in het Gouden Hoofd zijn. En ik heb nog niet gegeten en ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat ik een patatje ga halen ergens. Of dat duurt waarschijnlijk te lang. Nou, ik ga het toch doen. Jullie sluiten af? Alles is al afgesloten. Mooi zo. Doeg, doeg. Hubert. Tot volgende week. Waar zijn mijn sleutels? Weet ik niet, maar waar zijn mijn sleutels? Die heb ik boven laten liggen. Paniek. Relax. Nee, geen relax. Haast. Veel te lang laten gaan, ja. Nou, daar ze. Hoi. Doei. Ja, hetzelfde. Weet jij dat? Hoe lang ligt hier al geen kaas meer? 7 dagen. Nee! Gewoon in dit pakhuis. In het pakhuis? Ja. Als in heel veel kaas. Heel veel kaas? Ja. Maar hoeveel is heel veel kaas? Zoveel als er in een pakhuis ligt. Oh, dat is heel veel. Ja. Ik denk 30 jaar. Het stinkt nog steeds. Nee, joh, kaas stinkt niet. Jawel. Doeg! Fijn weekend. Goed weekend. Nou, weer veel te lang op het werk blijven hangen. Dus nu toch maar even wat eten halen bij de snackbar. En dat duurt natuurlijk ook weer te lang. Maar ik ben nog redelijk op tijd zometeen voor de pubquiz met Martijn. Onder andere. En ik zag al dat Robbie en Sernin zich hebben teruggetrokken. Heel sad.
Maar het is niet anders. Dus we hebben al gewonnen. Een paar minuutjes te laat, maar volgens mij hebben we nog wel tijd. Het ziet er niet uit alsof ze al begonnen zijn. Hallo. We hebben de versterking bij. Ze hadden ook gewoon al niet eens meer mee kunnen doen, hè? Stopte mijn carrière aan te doen. Hadden ze gewoon niet meer mee kunnen doen. In de lagere school is het al vol. Oh, is het al vol? Wat leuk, ja, oké. Het is al vol. Ja, de, ja. Ja, geweldig dat jullie er weer zijn. Nog een hele goede avond hier in het Gouden Hoofd. We zijn weer bij elkaar voor de jaarlijkse pubquiz in oktober. En het zit goed gevuld allemaal. Voordat we gaan beginnen hebben we natuurlijk de kastjes nodig. Ik heb ze hier liggen. Ik ga maar even de teamnamen. Teamnamen, kom daar eerst. De teamcaptain even naar voren om je kastje op te halen. En dan kunnen we met een beetje mazzel omhoog naar de rechter. Nummertje 4, de Pitstop Boys. Pitstop Boys. Ja, nummertje 5. De Bulls Hope. Ja, dat is hetzelfde. Ik dacht dat er andere namen. Nee, overal beeld, overal geluid, dat gaat goed. Oh, eerst een tussenstand. Kijk, daar gaan we. Kijk, dat is een jongenhuizen, 80 punten. We hebben al een paar keer gezien natuurlijk. Dit is de mooie 71 is. Pauze springt voorbij. De rust is over. Als iedereen op zijn plek zit, dan gaan we naar ronde 3. Ja, jullie doen het in een recordvent al. Ik ga even voor. Ja, dat brengt ons op het einde van de brief aan. Dit was hem. Ja, dit is echt aan het laatste deur. Ja, de Pitstop Boys, 461 punten. Ja, ze zitten hier vooraan. Proficiat. Nou, geef ze nog een applaus, dames en heren. 460, de Pitstop Boys. Maar goed, we hebben natuurlijk niet meer. Hadden we dat verwacht? Nou, eigenlijk niet, want op de laatste ronde hadden we het toch wel heel slecht gedaan. Oké, maar helemaal aan het begin? Helemaal aan het begin gingen we er wel met goede moed in. Ja, precies. Dus op zich? Ja. Op zich ja, wel, maar. Maar ja, misschien was het niet zo heel. Heel verwacht. We hebben het toch gedaan. Precies. En geklikt. Zo is dat. En we hadden twee geinige gasten. Ja. Die we eigenlijk niet verwacht hadden. Dus dat vond ik tenminste best wel vet. Altijd leuk. Altijd leuk. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Hashtag Warabi elke dag vers, hoe laat? Geen idee, want ik kijk het niet. Vijf om half vijf. Kom op. Sorry. Tot morgen. Tot morgen. Joe.